normaal doen, wachten we altijd tot we ongeveer aan het eten zitten. Maar liefde moet wat eerder weg. Dus we proosten een beetje met de koffie en thee. Ja. We hebben een liedje geschreven, Paul eigenlijk doen wij geen liedje, behalve op kroonjaren, maar vorig jaar is Paul zijn kroonjaar een klein beetje in het water gevallen. En daarom krijgen we nu een dubbel kroonliedje, een 60-plus liedje. Oh ja. En nou ja, er zijn heel wat dingen gebeurd in dit jaar, maar dat weet iedereen wel. En daarom is het ook wel de moeite waard dat we hier even samen wat zingen. En ik hoop dat jullie het allemaal ook bij kunnen houden. Mag ik de melodie? De melodie is... Oh ja! Glory, halleluja! Paul is 60 plus en daarom is het feest. Daarom zijn we hele blij en in de goede geest. Proosten wij tezamen, zingen hulde voor je paar. Hoera, een goed nieuwjaar. Samen weer een jaartje ouder. Zij en zij schouder naar schouder. Fijn dat wij dit mogen vieren. En onze proosten met elkaar, hoera, een goed nieuwjaar. Paulien is wat die woont in dit centraal land. Heel veel vrije middag en gaan reetsen met verstand. Iedereen is welkom en de keuken in Parijs als opa, oma, wijs. Samen weer een jaartje ouder, zij en zij schouder naar schouder. Vieren te samen aan jullie goed. Leven tot soms ook wel even anders dan gedacht. Soms is leven moeilijk en je houdt je praat je wacht. Vaak is het juist prachtig en je zingt je leuk je lacht. Hoera, een nieuw goed jaar. Samen komen wij nog eenmaal veel niet altijd mee. Je never walk alone, een dikke pluim voor deze twee. Super hulp van onze Rob, hij gaat er mee in zee en iedereen leeft mee. Samen weer een jaartje ouder, zij en zij schouder aan schouder. Fijn dat wij dit mogen vieren, tezamen gaan jullie goed. Samen door de regen en weer in de zonneschijn en genieten van het leven en gewoon er zijn. Veel plezier gewenst en even staan tussenuit met kips en kleine spruit. Samen in een jaartje ouder, zij aan zij schouder aan schouder. Fijn dat wij dit mogen vieren, tezamen gaan jullie goed. Lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. En hier nooit gedacht en toch gekregen. Stilgevallen. Oh ja, stilgevallen. Toch gekregen. Heel gevaarlijk, maar wel leuk. Heel lang in de Waarom heb je dit boek op? Ja, het gaat goed hoor. Maar nee, is het leuk? Zeker. Leuk. Leuk hè? Super. Ja. Nou, en jij
jij krijgt natuurlijk ook iets. Dus je gaat proosten naar deze. Ja, en een tuinbord. Dat is een bijen. Ja. En dan ruikt het naar de honing. En als je het vies vindt, gooi je het dan weer. Niet voor niets is het die. Hartelijk bedankt. Nou, dank jullie wel hoor. Ik vond dat iedereen heel goed zong. Ja, dat vond ik ook heel goed. Ik heb er ook 3 jaar gehoord. Daar heb ik ook heel veel van gekregen. Nou, dames en heren, hartelijk bedankt dat jullie er allemaal zijn. Tuurlijk! We gaan om 5 uur proberen we de soep. Half 6, hè? Nee, om 5 uur. Op tijd. Ongeveer. We gaan de soep eten en om 5:30 komt de Chinees. Dus misschien dat het uitloopt, maar dat is de bedoeling. En de Chinees wordt daar opgesteld en dan kunnen we zo rondlopen. Misschien dat we daar morgen kunnen zo doorlopen. Heel goed. Ja, ik ben